Vandaag ga ik je uitleggen hoe je via Google Hangout bestanden kunt delen. Je gaat in dit geval naar Meet. Je kunt natuurlijk ook via de agenda een vergadering starten. Nou, ik ga er even één aanmaken. Delen. Bestanden. Doorgaan. Nou, hij is aan het deelnemen. Camera wordt gestart. Ik ga gewoon nu deelnemen. Het klopt dat je mijn video niet ziet. Ja, dat is oké. Hup. Nou, stel je voor je wilt iets delen of presenteren. Dan klik je hieronder op nu presenteren. Je kunt je volledige scherm delen of een venster. Ik zal eerst beginnen met mijn volledige scherm. Ik deel nu nog niet mijn scherm. Maar je kunt wel een stukje selecteren. Zo, delen. Ik presenteer nu dit scherm. Zie je? Dan ga je bijvoorbeeld naar iets wat je wilt delen. Stel je voor, je wilt iets delen uit de cloudwijs. Dan zie je dit allemaal staan. Dan kun je bijvoorbeeld Google Classroom delen, Kinsey delen. Je kunt dus alles wat jij ziet, ziet de ander ook op je scherm. Als je hieronder, ik ga even terug naar mijn scherm, op delen stoppen klikt, dan is het klaar met het delen van je scherm. Je kunt ook via een venster een deel presenteren. Stel je voor je hebt iets openstaan. Dan ga ik eerst even iets openzetten natuurlijk. PowerPoint. Laten we PowerPoints openen. Even voor het gemak pak ik deze. Stel je wilt dat presenteren. Dan klik je op een venster en dan zie je dat PowerPoint er nu bij is gekomen. Je deelt nu je PowerPoint presentatie met de rest. Dus dan kun je een presentatie maken of delen. Nou, klik weer op delen stoppen. Bij deze dus de werking van het delen van een scherm via Google Hangout. Tot de volgende keer!